We waren nog maar net samen, een paar weken eigenlijk, toen Freya geopereerd moest worden. En dan kwam hij, ja, ik denk een week later of zo, toch het nieuws van oei, dat was hier toch een kwaadaardige cel, dus een tumor. Ja, dat is raar om een relatie zo te beginnen, dat wel. Zeker niet standaard. We hebben daar eigenlijk van in het begin de aanpak gehanteerd van heel open te zijn naar de kinderen. Dus te vertellen wat er gebeurt, maar zonder de complexiteit ervan. Ja, dus bijvoorbeeld wel zeggen, mama is ziek, mama zal naar het ziekenhuis moeten gaan, mama zal een week moeten blijven, hè, ze moet geopereerd worden. Ja, tegen een kleuter blijft er natuurlijk niet zoveel plakken, maar zelfs daar, mama gaat naar het ziekenhuis. Ja, oké. Okay. Ah, mama, waar is uw arm? Ah, ja, mijn arm is weg. Oké. Okay, dat klinkt heel gek, maar dat is ook heel natuurlijk voor die kinderen. Als partner ben je er natuurlijk in de eerste plaats voor uw partner, voor de patiënt. Dat lijkt mij logisch. Je probeert zoveel mogelijk te helpen, zoveel mogelijk te ondersteunen, zoveel mogelijk ja, op de manieren dat je kunt ondersteunen. Want heel veel dingen moet de patiënt vrij moet zelf verwerken. Ik denk dat dat in de eerste plaats is. Ook luisteren doorbieden. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. De praktische dingen overnemen, zoveel mogelijk. Alhoewel dat Freya een bezige bij is. Maar toch, hè, dat zijn zaken die super belangrijk zijn, denk ik. Mensen stellen ons dikwijls wel eens de vraag van ja, hoe doen jullie dat? En ik vind dat wel straf hoe dat jullie dat telkens opnieuw daardoor worstelen door alles dat er op je afkomt. Maar ik denk dat dat eigenlijk heel menselijk is. Dat een mens is weerbaar, een mens is sterk. Dat kan moeilijk zijn om die weg te vinden, dat kan moeilijk zijn om daardoor te geraken, zeker wel. Met veel zoeken. Maar finaal lukt dat wel. Hè. Ik vind klaar, kijk op kanker super. Ik vind het onwaarschijnlijk hoe dat ze dat doet. Ze heeft op een bepaald moment beseft van ik zit uniek klinkt misschien daar, maar toch in een speciale positie door al zo lang patiënt te zijn, enerzijds, anderzijds in oncologie te werken. En daardoor op die unieke plek eigenlijk om op een vrij toegankelijke en eenvoudige manier al die info te kunnen delen. Ik ben het meest trots op Freya omwille dat ze gewoon nooit opgeeft. Never ever. Geen seconde en dat is fenomenaal, denk ik. Het zit zeker in haar genen. En tegelijk, tegelijk denk ik dat bij heel veel mensen wel aanwezig is. Dus, maar bij Freya misschien toch nog iets meer.